Goedemiddag, kijk naar het weerbericht van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we een fraaie tweedeling boven Nederland. In het westen en zuiden scheen al de zon, terwijl het noordoosten nog steeds een dik pak bewolking had. De laatste buien verdwijnen daar vanavond en daarna komen de opklaringen overal. Dat betekent dus een droge avond met temperaturen rond 15 à 16 graden. In de nachtelijke uren klaart het flink op, kan wat nevel ontstaan, misschien lokaal een mistbankje. De temperatuur daalt dan tot ongeveer 8 graden. De wind stelt in het binnenland weinig voor, maar aan zee waait hij vrij krachtig en dat blijft hij ook morgen doen, dan uit een westelijke richting. Verder is het schitterend weer met flinke zonnige perioden, een paar sluierwolken, lokaal stapelwolkje en het blijft droog, 20 graden. Vrijdag neemt in de loop van de dag de kans op buien toe, maar wordt het ook iets zachter, 18 tot 21 graden. Zaterdag gaat de temperatuur juist weer naar beneden, gemiddeld 17 graden en ook dan vallen er buien. Zondag, eerste pinsdag, neemt het aantal buien af en wordt het 22 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.